Oh ja, Marokko Desert Challenge. Wat zit er voor jou in het vat? Ten eerste finishen. Dat vind ik het allerbelangrijkste. De plekken maken me er niet zo heel veel uit. Maar ja, door de dagen heen hoop ik wel steeds meer naar voren te komen. Maar finish is echt het belangrijkste. Ik heb nou best wel wat getest, zeg maar, afgelopen dagen hier. En een paar weken geleden in Polen. Ja, veel geleerd, veel geprobeerd, veel veranderd. Een beetje eigen gemaakt. Ja, steeds meer vertrouwen. Het is voor mij echt nieuw, dus ja, ik vind het gewoon super mooi om dit allemaal mee te mogen maken. Het is een droom voor mij en ja, die wordt nou werkelijkheid dankzij Anja en de Roy natuurlijk. Ik zorg dat de auto ja, zijn ding doet, de banden op druk zijn die ze moeten hebben. En als er iets onderweg is, dat ik dat ga maken.